mooiste is gewoon als je hier zit en je ziet dan de zon opkomen en de zon naar beneden gaan. Dan heb je echt werkelijk zoiets van, dan heb je een wereldbaan. Dan heb je echt een wereldbaan. Het is de mooiste rivier van Nederland. Het is de mooiste rivier van Nederland. Ja. En dit plekje zeker. Ja, en hij is nou op hoogte, dus je hebt een mooi stuk om te varen en mensen genieten. Ook al ga je gestationeerd naar de andere kant, mensen genieten, mensen vinden het gewoon helemaal geweldig. Hoe belangrijk is die plek voor jou? Heel belangrijk. Ik ben aan deze kant geboren en ik heb op deze plek mijn man leren kennen. En ook wel een emotionele plek, want ik bracht hier dan wel aan de andere kant mijn kinderen de pont op. En dan stond mijn zus of mijn vader, die stond aan deze kant om de kinderen weer op te pakken. En dat doet je als ouder wel wat, dat het even niet anders loopt. En hoe was dat dan? Waarom moesten ze hier opgepakt worden? Ik moest het gezin draaiende houden en ik deed een opleiding. En dan werkte ik avonddiensten in het weekend, zodat ik 's ochtends bij de voetbal kon zijn van de twee meiden. Ja. En als leidster daar. En als middag stond mijn vader of mijn zus. En dan ging ik 's avonds werken. Ik was dus op de pont en het was slecht weer. Het was echt bar slecht weer. En op een gegeven moment toen komt Gerry, die komt van die kant. Die had haar dochter naar de andere kant toe gebracht, want die werkte bij de Wenterhorst. En die vond het zielig dat ik naar buiten moest in de regen. Dus, voor de bonnetjes? Voor de bonnetjes. Dus die kwam binnen. Ik denk, goh, die schipper, die jongen, die stond er vanmorgen ook al. Laat ik dan even het geld binnenbrengen. Nou, dat heb ik gedaan. En toen raakten we aan de praat. En de volgende dag kreeg ik een vriendschapsverzoek via Facebook. Was een vaste klant? Het was eigenlijk een vaste klant. Ze kwam hier vaker over, omdat zij werkte toen in die tijd ook bij de Wenthorst. En dus kwam ze dus 's morgens en ze kwam 's avonds weer terug. Nou, dus zou zo nu dan eens een keer een praatje maken als de tijd voor was. Dat was niet altijd zo. Nee. En dan ja, van een op de ga je elkaar een beetje leren kennen en zo. En dat was eigenlijk best, dat komt van het een, komt het ander. Ja, maar toen die bewuste, was het ochtend of avond? Het was avond. Het was slecht weer. Ja. Jullie hadden wel een leuk praatje dus, denk ik. Ja, we hadden een leuk praatje. We hadden een praatje over, gewoon over het leven. Zij was gescheiden van haar eerste man. En ze had twee kinderen die ze opvoedde. Ze deed haar studie, deze dan. Nou, ik was net weer een maand vrijgezel. Kun je een beetje met elkaar vergelijken wat er eigenlijk allemaal gebeurde. Wat zij dat gebeurde in dat praatje? En dat gebeurde in 2 minuten in dat praatje. Want je hebt maar 2 minuten om te varen. En dat gebeurde precies in 2 minuten. Wat dacht je? Een wildvreemde schipper? Nee, ja, wat moet ik ermee? Ja, goed. Je komt natuurlijk al dagelijks over. Dus, en hij had wel een guitige blik in zijn ogen. Dus ik denk van, ja. Zie je? Ja. Dat snap ik nou wel. Ja. En toen kreeg ik een berichtje. Of ik een keer zin had in een kopje koffie. Hij bleef vrij lang. Ik moest de volgende ochtend weer werken, dat weet ik ook nog. Mijn werk liep om 5 uur weer af. Hij was vrij. Dus jij zat naar de klok te kijken? Nee. Rolf. Als het gezellig is, dan maakt me dat helemaal niks uit. Nou ja, en de meiden die kwamen de volgende ochtend beneden en die zeiden van, goh, je hebt ook gezoend. Want de hond die ging tekeer. Dat konden ze horen. En die hond slaat alleen maar aan als je iemand zoent? Nu minder, maar die hield echt altijd alles in de gaten. Ja, maar je kan ook zeggen van, ik heb hem aan niet gezoend. We hebben samen gerummikupt. Nee, maar dat hadden de meiden wel. Ja, dat alweer door. Wauw. Wauw. Gewoon helemaal overdonderd, overweldigd. Dus ik vond het was gewoon helemaal geweldig. Gewoon wauw. Ja. En ik ben, dat weet ze dan niet. Ik woonde aan de andere kant, woon ik dan. En ik ben, moest dus over Zwolle, want de pont vaarde niet meer. En ik ben dus over Zwolle gegaan en ik ben, radicaal mijn woonplaats gewoon voorbij gereden. Ik kwam in Heerde, kwam ik uit. Ik denk, hé. Hier woon ik niet. Hier wil ik niet, ik moet terug. Wat ik leuk vind aan hem, ja. Dat hij me accepteert zoals ik ben. Oh, dat is ook wel een goeie. Ja, want mijn meiden die vroegen ook aan hem van, goh, wat vind je dan niet zo leuk aan mama? Want niet alles is leuk aan mama.
Oh, dat wisten ze wel te noemen al. Ja. Nou ja, nee, we hebben best wel gesprekstoffen aan tafel. Maar niemand is helemaal leuk, toch? Nee, dus ze wilden ook wel eens weten wat hij dan niet leuk aan me vond. Nou ja, dus dat het inderdaad is dat ik vrij onafhankelijk ben. Maar ja, dat heeft hij dus nu wel door dat dat dus echt... Het gaat niet weg en dat is een stukje van mezelf. Dat zit eentje in me. Maar hij is ook wel redelijk onafhankelijk. Anders ga je geen 200 keer op een boot heen en weer varen op een dag. Ja, ik moet er niet aan denken. Ik ook niet. Ik moet er niet aan denken dat ik dat moet doen. 6 maanden zijn we nu getrouwd. En het blijft gewoon goed. Elke dag is weer anders. Ik heb 3 vrouwen bij huis. Het is nooit dezelfde dag. Het is nooit hetzelfde. Dus elke keer als je de deur open doet, is... Oh, dat is er. Oh, oh, oh. En het is elke keer anders. Het is elke keer geweldig.